Hey jongens, ik ben Dennis, aka Renske. En vandaag hebben jullie weer wat Black Ops 1 gameplay. En damn it, we zijn net te laat voor die belangrijke, spannend te laat. In ieder geval, het is weer wat Black Ops 1 vandaag. En gisteren had ik ook wel Black Ops 1 geüpload. En dat beviel eigenlijk iedereen enorm goed. En dat was dan een nieuwe episode van mijn Only Use My. Dus misschien dat heel erg goed beviel. Maar ik denk sowieso dat mensen Black Ops 1 wel leuk vinden, zo op zijn tijd. En er zit er eentje met een ghillie suit. En die gozer moet ik gewoon hebben, want ik haat mensen met ghillie suits. Dus, of ghillie suits, ghost, het is eigenlijk hetzelfde. Ghost poppetjes hebben een ghillie suit aan. Dus dat is eigenlijk een beetje de link met waarom ik mensen haat met de ghillie suit. Ik heb altijd een hekel gehad aan mensen met ghost. En als mensen ghost hebben in het spel, hebben ze meestal ook een ghillie suit aan. Dus als jullie benieuwd waren waarom ik dus iedereen haat met een ghillie suit, is dat daarom. En hier zit iemand met een tech insert. En ik kan die tech insert wel mollen, maar ik wil weten waar die gozer is die hem neer heeft gelegd. Dat kan ik ook killen en dan ren ik gelijk naar die tech insert toe en dan kill ik hem nog een keer. Of hij is gewoon van de aardbom verdwenen, dat kan ook. Ik heb eigenlijk de neiging om bij dat ding te blijven campen, maar ik heb het idee dat dat niet echt het zal worden. Ah, dammit, waarom gaat iedereen van me weg? Ik wil bij dit ding blijven. Ik vind dat mensen die tech insert gebruiken het verdienen om te sterven. En dit is heel dom wat ik nou doe. Ben dat die kerel nou spawnt? God! Jezus, alsjeblieft. Oké, weet je wel, ik maak hem gewoon kapot. Want ik weet gewoon dat die kerel dat ik in mijn rug spawnt. Nee, ik had er een claim op aan moeten zetten. Ah, ik ben niet zo slim. Jezus. Wow. In ieder geval, we spelen vandaag met de Stoner. En de Stoner is een live machine gun. En er zijn een paar nadelen aan live machine gun. Een van de nadelen is dat je traag bent met lopen. Ander nadeel is dat je traag bent met aimen en zo. En hij heeft enorm veel recoil. En dat is ook wel te merken als je daar maar meekijkt. Het is ook wel zo dat in dit spel veel meer recoil is dan in andere Call of Duty's. Dus als je het gaat vergelijken met Modern Warfare of zo, dan lijken dat net, weet ik veel, waterpistooltjes of zo. Nee, hij... Wow, hij ging echt niet dood. Dan moet ik oppassen, want die gozer geeft inderdaad een stun. Pas op voor mijn claimer. Mijn claimer staat nog, maar hij is nog niet afgegaan. Maar ik gooi hem toch maar eventjes, want ik ben nog steeds gestunt. Dan heb ik naar mijn eigen claimer gemold. Nou, hij is nog niet kapot. Oh shit. Die enemy heeft hij heeft mij gezien. Come on. Oh, loopt erin in, geweldig. Nog eentje. Juist, nee, niet knijven, je motherfucker. Ik haat knijven. Ah, ik haat zoveel dingen in Call of Duty, dat is niet normaal. Daarom vond ik het altijd leuk dat in, welke game was het ook weer? Er was één Call of Duty waar knife gewoon niet te doen was. Volgens mij was dat Black Ops 2. En dat vond ik zo fijn, want er waren geen mensen meer die dan als een of andere mongo ineens pronk op een knop drukken en dan je knife. Oh, jij bent goed. Nou ben ik in de beurt. Oh shit. Oh nee, ik had hem één kogel. Oh dammit, er zit nog eentje meer, maar ik zie niet. Hij zit daar boven, Weg hier! Ah! Dolphin dive voor de win, die dingen zijn vet. Beter sliden. In ieder geval, de slider heb je wel aan, maar dat dolphin dive ziet er gewoon grappig uit. Maar je hebt er helemaal niks aan, het is echt gewoon irritant. Nou, ik wil weten wat voor streakjes zitten. Dat vind ik best irritant dat je dat niet kan zien. Dat is het enige grote voordeel van de nieuwe Call of Duty. Je kunt zien op wat voor streakje zit. Nou. Ze gaan er echt op vooruit. En nee, ik ga gewoon sprayen van dichtbij, want het werkt toch niet. Mijn aim is zo off dat ik gewoon moet gaan sprayen. En ik zet hier mooi een claimertje neer. Ik heb het idee dat ze hier bij A zullen spawnen. Dan moet ik oppassen dat ze niet ineens staan te aimen. Ja, ik wil daar naartoe, maar ik weet gewoon dat ik weer dood ga. Of genijfd erop op een of andere lelijke manier. Maar fuck it. We hebben niet heel veel te verliezen. Nou ja, eigenlijk hebben we alles te verliezen. Oh shit. Ik ben weak. Oh, geluk mee. Ik was weak omdat ik naar beneden sprong. Ik weet niet of er iemand boven zit. Alsjeblieft, hopelijk niet. Ja, ik loop ook best wel lomp iedere keer naar boven zo. Dat komt omdat ik kan zien dat er claimers staan. Die stonden er niet dus. Want die geven dan helemaal licht. Even snel gooien. Zitten bij A. Dat is achter mij. Heel snel. 3, 2, 1. Nee, hij is al weg. Nee. Oh shit. Oh, SL-71. Zeker. Ook voor het eerst dat ik niet de eerste ben met de SL-71. Wie doet dat? Volgens mij met de care packs. Niemand heeft echt een score voor een SL-71. Oftewel de Blackbird. En oh crap. Easy kill. Juist, hier. Nou heb ik ook een Blackbird. Die voor mij was tenminste legit. Nog iemand? Ah, zo'n fijn gevoel, hè. Die chopper kunnen er in beeld krijgen. Dan weet je gewoon van, ik ga die mensen helemaal kapot maken. Ik wil eigenlijk nog eventjes mijn bonus streaks ook halen, dus ik ga niet echt als een malle rondrennen, maar ik ga wel even dit cappen. Want we staan achter, dus en ik neem aan dat we dit wel kunnen verdedigen. Aangezien we een SL-71 hebben. Iemand had een collateral headshot! Holy fuck! GG! Jezus, goed bezig, man. Oh, dan moet ik... Oh, nee, ik kan mijn Blackbird niet inkallen. Dit is niet handig. Want ik heb hem overlapped. Ik weet niet, volgens mij hou je hem dan nog wel, maar ik kan dus nou niet die andere inkallen. En
Dit is misschien stom wat ik nou doe, maar... Let's go! Er zat nog eentje. Pas op voor mijn rug. Alsjeblieft niet dat ik, dood ga in mijn rug. Daar heb ik helemaal geen zin in nu. Ik heb echt dit dat ze van die kant gaan komen. Dus ik ga heel even snel om het hoekje. Misschien daar ook nog. Dat weet je ook niet. Misschien spannen ze zelfs wel hier. Ja, dus ze kunnen overal komen. Nee! Oh, yes! Haha! Alsjeblieft zeg niet dat dat die gozer was die me verschrikkelijk genaaid. Ja, eigenlijk wel. Want dan heb ik hem nou keihard teruggepakt. Ik ga even ergens mijn killstreaks inkallen. We staan er achter. Dus hopelijk als ik mijn killstreaks inkal. Oh, nee. Ja, ik hoor jou niet. Jij rent waarschijnlijk 15 keer zo snel. Want ik heb een live machine gun. Dus ik ben niet zo snel met rennen. Dus ja, oké. Dat was wel terecht. Kun je die kerel goed doen? Ik hoop niet dat ze dit zien. Waarschijnlijk wel. Ik ga hier gewoon liggen. Maar maakt wel uit. 17-2. Hopelijk heb ik daar ook als ik dit ding gebruikt heb. 30 kills of zo. Dat zou best wel leuk zijn. Oh, je hebt raketten natuurlijk. Daar heb je in Ghost niet. Daar mis je ook echt in Ghost raketten. Let's go, let's go, let's go, let's go. Zit er een om het hoekje? Ja, je verdient te sterven. Oh shit, iemand schiet op mij. Ik hoor dat bijna niet. Oh shit, ze schieten met z'n allen. Nee, 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 nee. Schiet alsjeblieft niet op de lucht. Godverdomme. Nou, dat is fijn. Die mensen kunnen geen van alle streaks halen. Dus wat doen ze? Dan schieten ze mijn streaks maar uit de lucht. Dan is het ook goed. Ja, hebben ze inderdaad een punt. Maar een beetje jammer, jongens. Een beetje jammer. Een beetje teleurstellend. Ik ga wel gewoon hier liggen. Ik ga niet vanuit dat ik hier dood ga, lijkt mij. Ik moet even goed opletten. Ik zet mijn geluid iets harder. Dan hoor ik als ze schieten. Want normaal gezien, als ze schieten, dan hoor je dat lock-on geluid. Maar ik speel zonder geluid, dus dan hoor ik dat geluidje niet. Maar ik heb hem iets harder gezet, dus hopelijk hoor ik nou... Ik hoor ze gelijk lokken. Oh, nou zit ze recht onder mij. Jezus. Gelijk triple kill. Ze staan er met z'n allen bij elkaar, want ze willen waarschijnlijk allemaal gelijk schieten. Want als ze dat doen, dan hebben ze mij gelijk de lucht. Wauw, die mensen, jongen. Die schieten echt gelijk. Die hebben echt niks beters te doen. Hopelijk kan ik nou gelijk mijn Blackbird in... Wacht, of ik wacht eventjes. Nee, we staan best wel... Oh, iemand anders zit op Blackbird. Mooi. Als dan... Als ik nou weer een Blackbird haal, zeg maar, dan kan ik tricks op gaan bouwen. Als je snapt wat ik bedoel. Dan gebruik ik hun Blackbird om op streak te komen. En uiteindelijk kan ik weer mijn Blackbird in. En dan heb ik uiteindelijk weer een nieuwe Blackbird. En bla 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 bla. Ja. Zo doen we dat. Als even een duidelijke vertaling. Oh shit. Nog eentje. Want ik weet dat hij er zit. En hij gaat gewoon dood. Hij gaat niet dood. Die vent is een tank. Oké, ik kan hem ook in. Ga me nou niet vertellen dat jij daar... Nee. Let's go, let's go. Oké, fuck jou. Ik kan hem gewoon niet killen. Hij zit daar gewoon te camp en ik weet gewoon dat ik die mensen niet kan killen. Als ik gewoon met de submachine gun speel en ik heb de hele dag gespeeld, dan heb ik die zelfverzekerdheid wel. Dan kan ik dat wel doen, weet je wel. Maar nu heb ik net pas het spel opgestart en dan weet ik van mezelf dat ik gewoon niet goed kan gamen. En dan heb ik zoiets van, dan moet ik zulke dingen ook niet gaan proberen. Daarom speel ik het liefst gewoon in het weekend, weet je wel. Dan heb ik al heel de tijd gespeeld en dan heb ik het allemaal al zuiver. Dan kan ik al dikke acties maken. Maar als je niet gespeeld hebt heel de dag, dan heb ik dat niet zo zuiver. Ik ga eventjes triple cap, want we staan best ver achter. Ik wil proberen nog te kunnen winnen ook. Want ik geef echt wel wat om winnen. Dat zou waarschijnlijk niet zeggen als je mijn win-lose bij elke Call of Duty ziet. Maar ik vind het wel leuk om te winnen. Maar meestal dan is het gewoon fuck it, weet je wel. Alleen bij League Play, dat vond ik super vet om te winnen. Ook een easy kill, want er stond AFK. Oh shit. Alsjeblieft, dat ik bijna mijn nieuwe orbital. Nee, nog niet. Dat kan nooit heel lang meer duren. Oh shit. Ah, oh, gelukkig. Maar volgens mij is er bij sommige Call of Duty, als je op een auto springt van een afstand, dan ontploft die auto. Dus hier hebben volgens mij best wel geluk gehad. Kom terug, kom terug, kom terug. Ik weet waar je bent. Oké, okay, ja, kom niet terug. Maakt niet uit, dan moet ik heel snel op het doekje zijn. Die zijn enemies, come on. Ik weet dat ze daar. Oh shit. Dit ding veel te veel recall. Ah, ik weet helemaal niet waar ik zit te schieten. Ik zit echt te sprayen als een gek gewoon. Nog eentje, come on. Next, next. Ik weet dat jullie er allemaal achter elkaar lopen. In mijn rug. Ik zag het ineens op de kaart. Ik weet niet of je er spawnt of niet. Ja, ik zat gewoon helemaal niet op te letten. Grote faal van mij. Iemand anders heeft ook een chopper gun. Dan kan ik niet eens naar inkallen. Ja, dit is stom, jongen. Heb je Blackbird en dan zit je gewoon gefocust op al die mensen die voor je lopen. En dan ja, er zit er gewoon eentje achter je te campen. En die heb je niet in de gaten. Of ja, hij zat niet te campen. Maar ja, maakt niet uit. Als je mij killt, zit standaard te campen. Ook al zit je niet te campen. Nou goed, maakt niet uit. Zo. We hebben uiteindelijk toch een beetje leuke scores. Maar maakt het maar eigenlijk uit ook. Ik wil eigenlijk wel met 40 kills eindigen. Oh shit. Nee, niet met het pistooltje. Niet met het pistooltje. Niet met het pistooltje. Nog eentje. Oh, ze hadden allemaal last stand. Was je laatste? Oh, daar was er nog eentje. Ik weet dat hij mij gezien heeft.
Hopelijk komt hij naar boven. Hopelijk weten ze niet dat ik hier zit. Dat zou wel geniaal zijn. Dat ze hier gewoon voorbij lopen. Oh jee, 250 chopper gunners. Wat een feest. Dat is op zich niet heel veel. Ik heb er wel meer dan 1000 of zo gehad. Maar dat is door de prestiges heen. En ik gebruik ook soms andere dingen. Dus. Maar op zich, als je naar 250 keer dit. Dat is op zich toch best wel. Je kijkt dit, jongen. Wauw, triple kill. Ze spannen echt allemaal bij elkaar. Of ze lopen met z'n allen hand in hand. Ik weet niet, jullie mogen kiezen. En ik haal dat ding er gewoon weer in. Volgens mij heb ik toch alweer wat streaks. Dus, want ik had die net al gelijk met 3 man. Oh shit, ik zit hem niet op letten. Ik zat op de UV te kijken, jongens. Jullie staan er met z'n tweeën. Ja, ik zat op de UV te kijken. Dat maakt niet uit, maar dan ga ik dood door Galil. Ja, Galil is te makkelijk. Daar kun je altijd... Daar kun je gewoon niet mee falen. Dat ding is te makkelijk. Dan moet ik heel snel zijn. Gewoon sprayen maakt het mij ook uit ook. Die kerel heeft 100 genomen. Misschien is het wel slimmer, ja. Want deze mensen schieten alles wat ze kunnen uit de lucht. Wel een beetje triest. Ja, het is ook wel te begrijpen natuurlijk. Het kan niet voor niks. Maar het is wel kut. Dan heb jij eindelijk je streaks en dan zijn zij... Oh god, kijk man. Ik schiet ze even uit de lucht. Tada, houdoe. Hey, let's go, let's go, let's go, let's go. Alsjeblieft, kom hier. Ha! Maar ik voel me echt noob als ik gewoon met de wapen schiet. Omdat het zo raar schiet. Je bent zo traag en het eens zo traag. En het is gewoon... Hij is fijn, maar het schiet niet fijn. Als je kijkt hoe soepel je met wapens overweg kan in Ghost. Dan is dit echt gewoon, weet ik veel, een minigun die je in je hand hebt. Alleen niet zo sterk als een minigun. Nou staan ze alweer daar. Alsjeblieft, zegt alsjeblieft. Nee, ik wou nog wel kills maken. 52-4 met de stoner. Ja, maar moet ik wel zeggen. Ik had zoveel beter kunnen spelen. Maar ja, aan de andere kant, 52-4, wat maakt het mij ook uit. Het is een live commentary. Dus dat is zeker niet verkeerd. En die kerel had 5-5 is zijn naam. Ik weet niet of jullie het zagen. Of dat ik wacht, want ik wil die naam een keer zien. Leuke bonus van 10.000. Waar staat die gozer? Hier. Hamada, ja, 5-5. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En dan blijven jullie up-to-date voor al mijn komende video's. En tot de volgende keer weer. Houden we.